Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe energie-update. Iets later online als normaal gesproken, omdat het afgelopen week best wel druk met video's uploaden is geweest en ik jullie deze toch nog aan wilde bieden. Ik zet hem ook dadelijk gelijk online als ik hem op heb genomen en dan hoop ik dat ik toch nog de juiste inzichten voor deze week naar jullie kan brengen. 26 februari tot 3 maart dus. 3 maart is ook weer een engelenpoordag. Daar zal geen afzonderlijke video van online komen. Dus we nemen gewoon de algehele energie mee. Ook is er natuurlijk aankomende week de schrikkeldag nog. Daar komt wel een aparte video van online. Maar we gaan gewoon eens kijken wat de overgang van februari naar maart voor jullie kan gaan betekenen. Wat er naar voren mag komen. Welke boodschappen er met zich meebrengt. Kijk altijd even wel op dat de video met je resoneert. Neem alleen het stukje mee wat van toepassing is. Laat de rest los. Het kan namelijk ook zijn dat het een energie is wat nog niet bekend is in jouw systeem. Wat op een later moment pas tot uiting gaat komen. Want al is het een energie-update van komende week, wil het niet zeggen dat het in jouw energetisch veld de komende periode of de komende week ook actief zal zijn. Kijk eens, we krijgen een boodschap in een fles. Ik pak er nog één kaartje bij. Er zit een telefoon in een fles en we hebben tijd om te gaan. Oké, er is een situatie waarbij wel iemand in contact zou willen komen met jou, maar waarbij je eigenlijk al de afstand hebt genomen. En dan is het natuurlijk aan jou of dat je die connectie ook zou willen oppakken, ja of nee. Het is een 15 kaart en de 6 is de tarot, de lovers. Dus het voelt voor mij dat voor sommigen het echt wel op liefdesvlak kan zijn. Dat er even weer een belletje gaat komen of even weer een momentje van erkenning. Nu hebben we natuurlijk ook net de volle maan energie gehad. Dus het kan ook daarmee samenhangen dat dat in het energetisch veld in werking is gezet. Maar je bent al op die vlonder, je bent al richting die vernieuwing toe. En dan is het wel zonde als je weer terug zou lopen, omdat het niet meer compatible zou zijn met de energie. Nu kwam er in de volle maan reading ook het stukje nostalgie naar boven. Hè? Dus dat is een belangrijk stukje wat naar voren kan gaan komen, ook voor de komende tijd. We hebben de Scarab, Beetle, Spirit, Magic, Works through you. Kaart 52 maakt 7. 7 is ook wel het spirituele getal. Hè? De boodschapper van het hogere goed. Ja. Dan vliegen er maar liefst 2 nog uit. En we hebben de Wolf Spirit. Turn knowledge into wisdom. En we hebben de Bobcat Spirit. Life is a mystery. Krachtige energie. Kijk eens wat die dieren eigenlijk met zich meebrengen in deze periode. Ik had ook nog de tea leaves klaargelegd. Er ligt al best wel wat op tafel, maar we gaan er toch nog wat tea leaves bij pakken. Nou, die wil eruit. Die wil eruit. En dan pak ik er nog eentje uit dit dek. Ja, het is hetzelfde dek, maar ik heb de stapeltjes even opgesplitst in 2 stapeltjes, omdat het anders echt te groot is. Dus even kijken wat we allemaal hebben. The wishbone, a wish is granted. We hebben victory. Deze is als je hem omdraait, oh, zat ik eigenlijk een beetje naar te kijken, ook een beetje die V. Vorm. En we hebben slowly but surely getting ahead. Dus al is het soms dat jouw snelheid wat trager gaat als dat je zou willen, je ontkoppelt je wel van energie wat niet meer voor jou bestemd is. En dat hoeft niet in een negatieve vorm te zijn, maar dit is alleen maar om jouw trillingsenergie verder te upgraden. En daar heb ik het natuurlijk al vaker over gehad, hè? Dat best wel iets met zich meebrengt. Kijk eens.
waar ben jij op aan het wachten? Want die vooruitgang zit er al in, maar je bent toch nog aan het wachten. Snak jij naar iemand of een situatie of contact, dat iemand uit het verleden toch weer contact met jou gaat leggen? Ik voel namelijk een bepaalde stagnatie die er niet hoeft te zijn. Want als we dan gaan kijken, we hebben die overwinning in dat stukje avontuur. Dus er zijn best wel wat belangrijke stukken waar jij al doorheen bent gekomen. Maar nu krijg jij zo'n moment even op je pad van, oké, en nu? Wat kan ik nu doen? Je hebt de wereld al in je handen. Het is aan jou om verder te stappen. Maar jij houdt je eigen nog in een beperkende energie. En dat is jammer, want je hebt zoveel mooie mogelijkheden voor je liggen. Al gaat het wat langzamer, het wil niet zeggen dat het dan niet goed is. Want alles wat alles heeft gewoon tijd nodig om het hoogst haalbare te creëren. Stabiliteit te creëren, kennis te creëren, verdriet te verwerken. Maar er gaan helderheden komen. Er komen momenten van, oké, is een aha-momentje. Oké. Kijk eens, die overwinning die hier ligt, hè. Voelt voor mij dus ook echt als, ik leg deze even hierbij, als afsluiter van, oké, bam. Je hebt je les geleerd, je staat in je vertrouwen, je weet wat je wil, je hebt de kracht. Vooral die spirituele wijsheid zit daarmee gekoppeld. En je neemt de leiding eigenlijk over van hetgeen wat er altijd is geweest. Misschien heb jij in een toxische relatie gezeten of met iemand samen geweest die narcistisch was. Lieve ziel, dat is een intense gebeurtenis. Dat absoluut niet leuk is. Maar jouw succes gaat wel weer komen als jij op je eigen echte pad staat. En er worden al nieuwe mogelijkheden aangeboden. Maar het is wel belangrijk om het oude verdrietige stukjes ook los te laten. Op dit moment sta je eigenlijk nog naar het verleden gekeken of gericht. En het is nu de bedoeling om naar die vernieuwing te gaan. Wat eigenlijk de zes van staven ook weergeeft. Omdat alles is nog niet bekend. Maar de kennis die je wel al tot je hebt genomen, kun je ook om gaan zetten naar de kennis die voor jou bestemd is om je pad die mysteries nog bevat, wel te gaan doorlopen. En als je ervoor open staat, dan kun je dus met de goddelijke energie samenwerken. En dan zul je merken dat als er iets zo synchroon loopt met jouw leven op dat moment even, dat je inzichten gaat krijgen, dat jij die twee werelden opgesplit gaat zien. Oké, ik kan weer vast gaan zitten ergens aan, of ik kan mijn vrijheid pakken en daarin succes hebben. Je bent al op weg. Iemand die kan er niet helemaal tegen dat jij al verder aan het lopen bent op je pad. En dat komt omdat iemand hoopt om eigenlijk toch nog met jou te kunnen connecten. En dat hoeft niet op het romantische vlak te zijn. Dat kan zeker wel. Maar het voelt voor mij iemand die die was onbereikbaar voor jou. Of die persoon kon zeg maar niet hetgene geven wat in balans zou zijn met jouw energie. En dan is het zo van, oké, als ik het niet kan geven en ik kan niet connecten, dan mag niemand dat. En dat is het stukje wat ik voel dat je vast kunt zitten in een energetisch stukje. Waar ook misschien karmische koorden of wat dan ook mee te maken hebben. Want iemand anders, dat is niet je, ja, het kan jouw eigen energie zijn, maar het voelt voor mij dat iemand anders de situatie niet los kan laten. Terwijl het is tijd voor jou om verder te gaan. Maar die persoon komt elke keer weer terug op jouw pad. Op het moment dat jij zoiets hebt van, ik zit weer in een successtukje. En dat kan zijn als je misschien een foto op Instagram post. Of op Facebook of wat dan ook. Hè, wat voor jou dan ook werkt. Of waar jij ook op staat. Of via vrienden of wat dan ook. En dat ze zeggen, oh ja, daar gaat het goed mee. En misschien zit je in een nieuwe relatie of een nieuwe baan of dit en dat. En zij of hij geniet van het leven. En dat die persoon zoiets van, echt niet. En dat is dus wat ik heel sterk voel. Oké. Maar ben je als
energetisch element daarna aan het kijken dat het voor jou dus ook anders vormgegeven kan worden. Dan kan jij dus ook zien van oké, ik kan succes hebben, want dit voelt als jouw eigen energie. Ik kan liefde hebben voor mezelf, voor anderen om me heen. Ik sta er ook weer open voor. Ik heb mijn balans teruggevonden. En het raakt me niet meer als iemand mij omlaag probeert te trekken. Of dat nou in de fysieke wereld is of in het energetisch veld. Want het kan natuurlijk ook zijn dat die persoon energetisch zo'n kracht neerzet met een negatieve gedachte. Dat dit jou ook in het energetisch veld zou kunnen raken. Omdat jij verder open staat qua energieveld. Maar dit is dus wat het is, hè? Dit is om ervoor weg te lopen. Dit is wat er nu gaat komen. Dus we gaan eens even kijken wat er nog bijgelegd kan worden. Lovers. Nieuwe liefde voor sommigen. Dus een oude persoon kan echt volledig uit jouw systeem zijn. Ontkoppeling. Want het voelt voornamelijk, omdat ik zag net ook de onderkant dek, de zeven van... Of de redder van staven. Voelt voor mij ook wel dat het iemand is met passie die even in je leven wil komen. En voor een avontuurtje en je leven weer uit wil gaan. En wat hier ligt is een stabiele persoon die emotioneel ook met jou zou kunnen gaan connecten. Waarmee je succes zult gaan hebben. En hier heb je nog geen inzicht over. Maar hier ga je wel inzichten over krijgen dat dat ook anders kan. En dat kan al betekenen dat jij bijvoorbeeld ergens bent en... Iemand houdt jou de deur open of er valt iets achter je op de grond en iemand pakt het op en die wil het overhandigen. En dat je zoiets hebt van, oh wauw, dat die persoon of die situatie in mijn leven, is dat zo nooit geweest. Of weet je, op het werk dat iemand zegt, oh zal ik je even helpen, ik zie dat je ergens, of dat je veel werk hebt, kan ik je ondersteunen zodat je straks toch op tijd naar huis kunt. Bijvoorbeeld naar je kinderen of naar je partner of wat dan ook. En wat ik al zeg, de verbinding die hier ligt hoeft niet altijd op het romantische vlak te zijn. Want de lover staat voor mij ook connecten vanuit een hogere spirituele level. En liefde is voor iedereen. De overal liefde voor alles en iedereen om je heen om te geven en te ontvangen. En dat is wat hier gaat komen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als je als single aan het kijken bent, dat er iemand zomaar in één keer boombats op je pad komt. En nog niet dat die vonk overspringt, maar wel het gevoel hebt van, oh, hey, dat is attent van die persoon. Dat is eigenlijk wat er wel ergens wenselijk is in een connectie, maar dat heb ik nooit zo ervaren. Of mogen ontvangen, of zo zeg maar. Maar omdat het oude pijnstuk element losgekoppeld is, kan dat ook nu verwerkt gaan worden. En kan dit nu ook in een bepaalde energiestroom geactiveerd gaan worden, want de overgangsfase is met de keizerin. De oogst kan nu binnengehaald gaan worden. De wereld die je hier nog op handen draagt, waar je naar aan het kijken bent, die wordt nu verwezenlijkt. Want in de Light Seas Tarot is de keizerin hoogzwanger met de wereldbol als buik. Dus er gaat iets ontpopt worden en er zit wel degelijk iets in het energetisch veld waarbij er een nieuw persoon in je pad zal kunnen gaan kruisen. En wat ik al heel duidelijk zeg, het wil niet pertinent zeggen dat dit op romantisch vlak is. Als jij in een gezonde, stabiele relatie zit, kan dit ook zeker een vriendschap zijn of op werk gerelateerd vlak. Daarnaast krijgen wij de 8 van munten. Oh, en die vliegt er ook al uit. De page van munten. Dus nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Moet ik hem op kop pakken? Nee, oké. En de aas van staven. Onderkant dek. Nou, ik maak even plaats. Kijk eens. Die. Er kunnen 2 personen op je pad komen, maar 1 iemand die komt snel je leven in en die wil ook snel weer je leven uit. Dan kun je lang wachten op die verbinding waar je zo naar zou snakken. Een verbinding die dus, de persoon is, die verschuift te snel. Dus die wil emotioneel niet met jou connecten. Ik schuif dit ook even weg, want
Het voelt voor mij dat dit het verhaallijntje is. Wel kan het dus voor een enkeling zijn dat er een tweede persoon nog even op je pad komt. Is niet de persoon die hier ligt of de situatie wat hier ligt, maar weer een andere individu. Wat hier dus duidelijk naar voren komt, is dat jij de focus op jezelf hebt gezet. Je bent met jezelf aan de slag gegaan. Je bent die ontkoppelingen aan het doen. En vanuit daar staat er in één keer dus een geland persoon op je pad. Iemand die vastberaden is toch met jou te connecten. En dit dus op een kleine, attente manier ook zal doen. Zich eigen zal gaan uiten op een kleine manier. Kan dus ook zijn dat iemand dus wat jonger is dan jou. Of een jongere energie bevat. Wil niet altijd zeggen dat het qua leeftijd is. Maar er wordt dus een nieuwe mogelijkheid aangeboden. Een mogelijkheid die ook weer veel passie met zich meebrengt. Maar omdat en ook de paasje van munt hier staat en de koning van bekers, voelt het voor mij wel als een stabiele verbinding. Vooral omdat dit een tragere energie is die er ook de tijd voor wil gaan nemen om te leren connecten. Om samen elkaar te leren kennen, leuke dingen te doen, maar ook de minder leuke dingen van het leven samen te mogen delen. En dit kan zelfs vorm gaan geven in een situatie waarbij jij samen misschien naar een feest gaat. Of dat de persoon of jij de persoon uitnodigt. Of dat je als setje of als, weet je, misschien als beste vrienden. Dat je meegenomen wordt als je plus één. Deze persoon die hier ligt, die wil helemaal niet te snel gaan. En dat is dus de persoon die hier dus wel ligt. Die wil te snel gaan, maar dan kom je van de koude kermis thuis. Want dan kun jij wachten totdat je de ontsweeg. Want die stabiele verbinding zit er niet in met die persoon. Dan is het meer gericht op het seksuele stukje. Wat ik al zeg, snel je leven in, snel er weer uit. Zonder commitment, zonder enigszins ook een bepaalde emotie. Als bepaalde emoties bij jou op zouden spelen, dan kapt die persoon het ook gelijk af. Het mag geen naampje hebben, het mag helemaal niks hebben. Een beetje dat broodkruimel idee. Weet je, wanneer die persoon zin heeft om even de aandacht te krijgen. Nou ja, dan ben je goed genoeg. Maar lieve ziel, jij bent meer als dat waard. En dan kun je beter in je eigen succes groeien. En met jezelf proces bezig zijn. En dat dan iemand op je pad gaat komen als op een andere manier. Want dat zou zonde zijn, want jij bent het echt meer dan waard om het juiste te mogen ontvangen. Hele krachtige energiestroom ligt hier. Er liggen hier ook best wel wat grote arcana kaarten. Dus het is een volledige omslag in jouw leven die plaats gaat vinden. Waarbij je dus vanuit een hele andere energiestroom mag ontvangen. En mag gaan connecten op zielsniveau met iemand. Want het voelt voor mij wel dat dit echt een verbinding zal zijn voor altijd wellicht. Stabiele verbinding. Dit is als beloning omdat jij, maar ook de ander, aan je eigen energie hebt gewerkt. Sommigen kan het dus ook zijn dat je zelf op een gegeven moment ten huwelijk gevraagd gaat worden. Of samen gaat wonen. Of misschien de tweede stap gaat zetten. Of de vervolgstap van als je al samen zou wonen tegen die tijd. Dat je misschien een gezin gaat stichten. Maar alles met een bepaalde viering van het leven. De groei die jullie samen individueel van elkaar hebben doorgemaakt, maar ook samen door gaan maken, zorgt ervoor dat jij dit mag gaan ontvangen. Zit jij in een stabiele relatie, kan het dus ook zijn dat dit een nieuwe stroming gaat zijn voor jullie, omdat je ontkoppeld bent van een relatie of een connectie die niet los kon koppelen van jou. Maar dit gaat wel gebeuren, want energetisch word je daar ook door ondersteund. Dus stel dat die persoon uit gaat reiken naar jou, antwoord dan ook niet meer. Laat die fles gesloten. Laat het maar lekker wegdobberen. Jij zit op dat nieuwe pad en dit is wat jij kunt gaan ontvangen. Dus kijk op welke tijdlijn jij zit. Hoe het compatible is met jouw energetisch veld. Zoals ik altijd al zeg, maak het niet passend. Neem alleen de energie mee wat van nu voelt wat passend is. Het helpt ook altijd om later nog even de video terug te kijken als jij ergens al doorheen bent gegaan, als een soort bevestiging of gevoel van dat je
intuïtie misschien gelijk had. En dat je dan even die bevestiging wil ontvangen van zie je wel, ik voelde het goed. En dat je daardoor ook je eigen kracht verder gaat ontwikkelen. En de balans in jezelf daardoor ook nog kunt upgraden. Ik pak als laatste nog even een boodschappenkaartje voor jullie, een affirmatiekaartje. Kijk eens. Ik blijf in mijn kracht door zoveel mogelijk in het nu te leven. Het is het enige moment waarin ik daadwerkelijk iets kan doen. Dit is precies wat er nu kijkt. Je kunt iets doen aan die connectie. Die kun je doorbreken. Wat hier allemaal gaat komen, heb je nog geen zicht op. Het enige wat je kunt doen is je energetische veld ervoor openzetten. Het naar je toe laten stromen. En in ontvangst te nemen als de tijd daarvoor is. Hele mooie, krachtige boodschap wat ik vandaag toe mag voegen. Ik zeg met je hart en energetisch veld openstaan. Ik sta open om met mijn hele hart liefde te geven en te ontvangen. Nou, die voeg ik er even aan toe, want daar had ik zojuist natuurlijk ook over. Dus lieve mensen, mocht dit jouw reading zijn of heb je het gevoel van nou, dit kan wel eens mijn reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Superleuk als ik jullie berichten mag lezen. Ik probeer ook altijd te reageren. Al is het maar met een emoji of een kort berichtje eronder. Maar ik lees het altijd. Dan wens ik jullie een mooie week toe. En tot de volgende keer. Doei doei!